Het melodische bos Matteo's muzikale avontuur. Er was eens een jongen genaamd Matteo, die meer van muziek hield dan van wat dan ook ter wereld. Op een dag, terwijl hij de bossen in de buurt van zijn huis aan het verkennen was, struikelde Matteo over een magisch bos, zoals hij nog nooit eerder had gezien. Toen hij het bos betrad, Hoorde hij het geluid van muziek die door de lucht zweefde? Nieuwsgierig volgde Matteo het geluid, totdat hij bij een open plek kwam die gevuld was met bomen. Tot zijn verbazing speelde elke boom een ander muziekinstrument: drums, fluit, gitaar, piano en meer. Matteo kon zijn ogen en oren niet geloven. Hij was dolblij om zo'n magische plek te hebben ontdekt. Matteo begon te dansen en mee te zingen met de bomen, waardoor er prachtige melodieën door het bos weerklonken. Plotseling verscheen er een eekhoorn die een kleine viool in zijn poten vasthield. De eekhoorn stelde zich voor als Sammy en vroeg Matteo om samen muziek te maken. Samen creëerden ze een symfonie die het hele bos met vreugde vulde. Terwijl ze speelden, deden meer dieren mee: een konijn dat de saxofoon speelde, een vogel die de trompet speelde, en zelfs een beer die de tuba speelde. Matteo was verheugd om zulke geweldige vrienden te hebben om muziek mee te maken. Ze speelden urenlang samen en creëerden de mooiste harmonieën die iemand ooit had gehoord. Matteo en zijn dierenvrienden leerden dat door samen te werken en elkaars verschillen te omarmen, ze iets echt magisch konden creëren. De kracht van harmonie en creativiteit vulde hun harten met geluk en bracht hen dichter bij elkaar. Na een dag muziek maken in het bos. Gingen Matteo en zijn vrienden zitten om uit te rusten en te genieten van de rustgevende geluiden van de natuur. Terwijl de zon onderging, speelden de bomen een slaapliedje om hen in slaap te sussen. Matteo wist dat hij een speciale plek had gevonden, waar muziek en vriendschap altijd te vinden zouden zijn. Vanaf die dag bezocht Matteo het muzikale bos telkens wanneer hij inspiratie nodig had, of gewoon een leuke tijd wilde hebben met zijn dierenvrienden. Hij koesterde de herinneringen aan hun muzikale avonturen. En wist dat de magie van het bos altijd een deel van hem zou zijn. En zo leefden Matteo en zijn vrienden nog lang en gelukkig, mooie muziek makend en vreugde verspreidend waar ze ook gingen.